SDE plus subsidie. Ik ben Willem Buiter. Sinds begin 2013 ben ik uh, energieadviseur. Daarvoor 30 jaar als adviseur in de grijze sector werkzaam geweest. Uh, ik doe mijn werk vooral bij bedrijven en overheden. Uh, ik doe SDE advies. Ik verzorg de aanvraag, als u dat wilt. Uh, ik begeleid de aanbesteding. Uh, ik heb dat de afgelopen jaren inmiddels bij meer dan 400 bedrijven en locaties gedaan. Ik ben lid van het sociale energieteam van de Provincie noord Brabant. Een organisatie die, gefinancierd door de Provincie en door Enpuls, een zusteronderneming van Innexis, eh, vooral sociaal gerichte zonne-energie initiatieven eh, ondersteunt. Eh, ben projectleider voor alles wat met zonne-energie gebeurt rondom eh, het A16-gebied. Eh, ben projectleider energieopslag geweest bij een bedrijf in West-Brabant. Uh, ben als adviseur betrokken bij de ontwikkeling van een groot postcoderoos project in mijn woonplaats in Deurne. Daar hebben we 18.000 panelen staan uh, met uh, gedeeltelijk SDE en gedeeltelijk onder een postcoderoos uh, Daarvan, die postcoderoos regeling, ben ik uh, bestuurslid van de coöperatie, een organisatie met 500 deelnemers en 8.000 panelen. SDE plus plus subsidie. Hiervoor geldt jaarlijks een budget van 6 miljard euro. Het was ooit het dubbele. Er wordt aangevraagd op basis van een basisbedrag en dat basisbedrag kent zijn oorsprong in de kostprijs voor een kilowattuur uit een zonnepanelen systeem. In 2020 was het maximale basisbedrag 8 cent en eerder was dat ooit bijna 15 cent. Door bewust een lager bedrag aan te vragen, verhoog je de kans op een positieve beschikking. Als het budget opraakt, dan heb je bij een aanvraag net onder dat maximum meer kans dan een aanvraag op het maximum. SDE++-subsidie geldt alleen voor groot verbruik, dus voor aansluitingen zwaarder dan 3x80 ampère. Er vindt een jaarlijkse aanvulling plaats vanaf de Apex marktprijs tot aan dat basisbedrag... In het diagram rechts is dat een volledige aanvulling tot aan het basisbedrag voor de B-stroom. En op de A-stroom, dus de direct opgemaakte stroom, geldt een korting van 3,1 cent. Er kan maximaal 950 kWh per kWh piek aan productie gedeclareerd worden. En de terugverdientijden bij deze regeling die variëren enorm omdat ze ontzettend afhankelijk zijn van een hele reeks aan factoren. Oriëntatie, locatie, oppervlak, aansluitkosten en AC-kosten. Met dit diagram kan ik duidelijk maken hoe die bijbetaling plaatsvindt. Er is een SDE-basisbedrag dat 15 jaar lang gelijk blijft. Er is een marktprijs op het moment dat de beschikking wordt afgegeven. En vervolgens heb je gedurende die 15 jaar een variërende marktprijs. Er vindt jaarlijks een aanvulling plaats vanaf die marktprijs tot aan dat basisbedrag. Behalve wanneer de marktprijs gedurende die 15 jaar onder de marktprijs komt. Die gold op het moment dat de beschikking werd afgegeven. Dat stuk onder die marktprijs wordt niet bijbetaald. Omdat SDE-subsidie alleen geldt voor groot verbruik, is het van belang te weten hoeveel dat daar dan precies op past. De grootverbruik is zwaarder dan 3x80 ampère. Uh, op dit moment is de kleinste grootverbruikersaansluiting die aangeschaft kan worden 3x160 ampère. Daar past maximaal ongeveer 140.000 watt piek op bij een zuidopstelling. Dat zijn op dit moment ongeveer 400 panelen met een oppervlak van 660 vierkante meter. En een investering van rond de 75.000 euro in de installatie. Dus los van de verzwaring van die aansluiting. Nou, zo gelden die verschillende uh, waarden voor grootverbruik. Dus bij een 1750 kVA, waarvoor dan ook nog een eigen trafo en een compact station moet worden aangeschaft, gelden de getallen die daarachter staan. 2,5 miljoen watt piek bij een zuidopstelling, uh, ruim 7000 vierkante meter aan panelen, uh, een uh, oppervlak van de panelen van ongeveer uh, 12.000 vierkante meter. In een veldopstelling is dat natuurlijk meer, dan heb je ongeveer het dubbele aan oppervlak nodig. En een investering in de installatie, dus zonder de aansluiting en de Trafo, van iets meer dan een miljoen euro. Heeft u vragen over SDE subsidie of interesse in mijn dienstverlening? Bel of mail me dan.